terwijl Richard een appeltje eet, ga ik heel even laten zien hoe gezellig mijn fiets eruit ziet. Althans, dat vind ik. Hier hangt ons tasje. Het is een toilettasje, maar het is echt zo'n handig tasje. Daar zit dus nu onze bakjes in, bestek, pindakaas. Nou ja, allemaal dingetjes die we vaak nodig hebben. Dit is mijn afritsbroek. Dit is nog mijn bikinibroekje. We zijn gisteren gaan zwemmen en dit was niet droog. Hier hangt mijn badmuts. En dit is nog zo'n soort van sporthemdje waar ik altijd in fiets, maar wat ik gisteren aan had tijdens het fietsen. En vervolgens ook om het te wassen tijdens het zwemmen. Nou, we zijn onderweg naar mijn oom en tante die wonen vlakbij Pezenas. En als het goed is... Bonjour. Ik het? Ja hoor. Oh ja. Als het goed is het nog ongeveer 15 kilometer. Warm, zeker. Nou, dit valt er nog mee dat het nu het warmste moment van de dag is. Nou, dit is dus heel erg leuk. Je wordt dus veel aangesproken door mensen. Ja. En het is zo ontzettend leuk. Mensen, iedereen is aardig. Maar vooral als je op de fiets bent, merk je toch dat mensen je op een andere manier aanspreken. Morgen. Ja, waar met de fiets hebben we gaan? Met de camper. Oké. Ik ben hier op de camping. Ja. Ze gaan toch een beetje trainen. Nancy en Pierre Jansen, we zijn er. We zijn bij mijn oom en tante. Eindelijk. Ik had net ook een ketting eraf. We zijn er. Oh, wat een rit weer. Maar we zijn er. Ik ben heel blij. Nou, we zijn dus gearriveerd bij mijn oom en tante. Zij wonen hier in een dorpje. Dit is hun huisje. Dit is op zich een... heel klein lief huisje. Nu, dit is alleen de buitenkant. Ze hebben er wel redelijk veel grond bij. En we hebben net heel eventjes hallo gezegd en eventjes een beetje bijgekletst. En nu gaan we wat eten. En nou, ik moet zeggen dat voor mij zijn... mijn ome Pierre en tante Nancy zijn echt voor mij wel een bron van inspiratie. Want zij zijn mensen die ervoor hebben gekozen om geen kinderen te krijgen. En zij hebben dus altijd hun hele leven lang veel gereisd. En Frankrijk is absoluut hun favoriete land. En zij hebben dus heel wat jaren geleden hier een stukje grond gekocht. En iedere zomer... volgens mij werkten ze in het onderwijs, dus in de zomervakantie gingen ze dan terug om aan hun huisje te werken. En na hun pensioen zijn ze hier komen wonen. Ze zijn allebei al... Mag ik zeggen wat jullie leeftijd is of dat mag niet? Voor de mensen die dat niet weten. Mijn tante is of 8 of 10 jaar ouder dan mijn moeder, dat weet ik nooit. 10 jaar ouder dan mijn moeder en mijn moeder is 66. Dus ik vind dat echt een bron van inspiratie. Hoe ik deze twee mensen zo zie genieten. Toen we net aankwamen, toen lagen ze hier heerlijk op hun stretchertjes te genieten. En ze maken nu nog steeds heel veel reizen. En ze genieten van het leven. En ze gaan lekker uit eten. Net waren ze, of niet uit eten, want ome Pierre die kookte heel goed. Dus ze hebben hier dan Franse vrienden en dan organiseren ze etentjes. En zoals ome Pierre en tante Nancy leven, zo zie ik in mijn ogen Richard en mij ook wel oud worden. En ik heb geen idee wat verder de bedoeling is, of we hier blijven of niet. Dus dat vertellen we later wel weer. Maar we gaan nu eten. En ome Pierre heeft nasi gemaakt. En ik zag ook al iets in de oven. Iets van groentjes in de oven. En natuurlijk. Kijk, dit is dus de zus van mijn moeder. Tante Nancy. En we gaan er ook lekker een wijntje bij drinken.